De speelgoedkast. Het is bedtijd voor Peppa en George. Alle biggetjes. Waarom liggen al die speelgoedjes in je bed? Hier wonen ze. Vooruit. Berg al dat speelgoed op in jullie speelgoedmand. Maar de speelgoedmand is vol. Inderdaad, zeg. Ik denk dat jullie een kast nodig hebben. Ja, ik kan er morgen wel eentje maken. Het laatste dat jij hebt gemaakt, papa Big, was deze plank. En daar ben ik heel erg trots op. Maar papa, hij is helemaal wiebelig. Wij gebruiken hem als glijbaan voor Teddy en meneertje Dinosaurus. Oké, dan kopen we een nieuwe speelgoedkast. Dat kunnen we nu meteen wel doen, op de computer. Hoera! Mama Big gebruikt de computer om een speelgoedkast te kopen. Aha, goed. Welke zullen we nemen? Mogen we die daar hebben? Die lijkt me perfect. Mama Big koopt de speelgoedkast meteen. Gefeliciteerd. De speelgoedkast is besteld. Oh, super! Het is ochtend en meneer Zebra, de postbode, heeft een speciale bestelling. Speciale bestelling voor mejuffrouw Peppa Big en jongeheer George. Wat is het? Dat is een speelgoedkast. Oh, hij ziet er nogal plat uit. Ja, je moet hem zelf in elkaar zetten. Oh. Geen paniek, Peppa. Je papa en mama zetten die kast in een wip in elkaar. Dag hoor. Tot ziens. Dag. Wat moeten we nou doen? Nu zetten we de kast in elkaar. Ja. Dat is vreemd. Ik zie geen gebruiksaanwijzing. Misschien is het zo makkelijk te maken dat we die helemaal niet nodig hebben. Mama, mogen we helpen? Tuurlijk. Eerst heb ik een plank nodig. Hier is een groene plank. Dank je, Peppa. Nu wil ik de vier poten. 1, 2, 3, 4. Vier blauwe poten, mama. Goed zo. Dit hebben we echt zo gefixt. Hier is een rood deurtje, mama Big. Dank je, papa Big. Zo, en klaar. Goed gedaan, mama Big. Hij is wel erg klein, zeg. Gaat al ons speelgoed daar wel in passen? Hij is inderdaad wat klein. Oh, George heeft nog een stuk gevonden. Misschien is dat een reserveplank. En hier liggen nog veel meer stukken. Oh nee, de kast is zo klein omdat mama Big niet alle stukken heeft gebruikt. We halen hem vlug uit elkaar en we beginnen weer opnieuw. Oh nee, hadden we nou maar een gebruiksaanwijzing. Wie zou dat zijn? Hallo, ik heb dit net nog gevonden in mijn bestelwagen. Dat is de gebruiksaanwijzing. Dat zal het stuk eenvoudiger maken. Hoera! De gebruiksaanwijzing ziet er ingewikkeld uit. Dit is niks. Dit is onzin. Mag ik het misschien doen, papa Big? Ik vind het erg leuk om kasten in elkaar te zetten. Echt waar? Kunnen we dan ergens mee helpen? Zet maar een kopje thee. Dat vind ik lekker als ik werk. Met 6 klontjes graag. Iedereen helpt mee om thee te zetten voor meneer Zebra. Hier is uw thee, meneer Zebra. Wauw! Meneer Zebra heeft de kast al in elkaar gezet. Alle biggen, dat is snel. Ja, en al jullie speelgoed heb ik er al ingestopt. Oeh! Dank u wel, meneer Zebra. Maar voor deze twee is er geen plaats meer. Oh, arme Teddy en meneertje Dinosaurus. Waar moeten zij nu wonen? Dan bestel je toch gewoon nog zo'n doe-het-zelf speelgoedkast? Nee! Ik heb een beter idee. Teddy en meneertje Dinosaurus mogen fijn bij jullie in bed. Maar mama, daar wonen ze toch eerst ook al? Ja, dat weet ik. Daarom is het ook zo'n goed idee. De stroomstoring. Peppa en George zijn in de huiskamer. Ze dansen op hun lievelingsmuziek. Papa Big is in de gang. Hij is aan het stofzuigen. En mama Big zit in haar werkkamer. Ze doet belangrijk werk op haar computer. Oh!
stofzuiger houdt ermee op. En mijn computer is uitgegaan. Oeh. Mama Big drukt op de lichtknop, maar de lichten gaan niet aan. We hebben vast een stroomstoring. Wat is een stroomstoring? Een stroomstoring is als er geen elektriciteit is. Wat is elasticiteit? Elektriciteit zorgt ervoor dat alles in ons huis het doet. Komt de elasticiteit dan wel weer terug? Ja, maar in de tussentijd gaan we op zoek naar een zaklamp. Ik geloof dat er eentje in de kelder ligt. Oké, dan ga ik die halen. Gaat je dat wel lukken, papa? Ho, ho, dat komt goed. Ik kan uitstekend in het donker kijken. Wie heeft dat daar neergezet? Oeh. Papa, is alles goed? Ja, het is alleen een beetje donker hier. Oh, nu weet ik het weer. De zaklamp ligt gewoon in de keuken. Aha. Mama Big heeft de zaklamp gevonden. Mag ik de zaklamp even vasthouden? Dat is goed. George, kijk naar mij. Peppa trekt een heel raar gezicht. Niet schrikken, George. Het is Peppa maar. Oh, we moeten papa Big snel zeggen dat we de zaklamp hebben. Papa Big is nog steeds in de kelder op zoek naar de zaklamp. Hij moet hier toch ergens liggen. Papa, we hebben de zaklamp al. Gelukkig lag je de hele tijd in de keuken. Dat is inderdaad gelukkig. Nu moeten we afwachten totdat de elektriciteit het weer doet. Hoe lang gaat dat duren? Zo ongeveer. Ik zou zeggen zo ongeveer een hele tijd. Oh. Maar George en ik willen heel graag dansen. Ik weet wat we gaan doen. We gaan gewoon lekker televisie kijken. Oh, hij gaat niet aan. De tv heeft ook elektriciteit nodig. Oh ja? Ja. Oh, wat kunnen we dan nu eigenlijk doen? Heel, heel vroeger, toen er nog geen televisie bestond, verzonnen de kinderen hun eigen spelletjes. Ik weet het! Ik moet een kartonnen doos hebben. Wat is Peppa toch aan het doen? Mama, wil je een gat voor me maken in deze doos? Waarvoor? Dat zie je wel. Mama Big knipt een groot gat in de kartonnen doos. Alsjeblieft, Peppa. Dank je. En nu moeten jullie dus gaan zitten, daar. En George, jij moet met de zaklamp op me schijnen. Welkom bij het Peppa Big nieuws. Met mij, Peppa Big. Peppa heeft een televisie gemaakt. Vandaag stopte de wereld met werken, omdat er een stroomstoring was. En alle elektriciteit was weg. Dat doe je heel goed, Peppa. Papa Big zegt dat de terugkomst van elektriciteit nog een hele tijd zal duren. Oh! De elektriciteit is weer terug. Hoera! Stil! Ik ben nog lang niet klaar, hoor. Doe het licht eens uit. Oké, Peppa. Mooi. Ik heb hier heel erg belangrijk nieuws. De koning heeft net nieuwe elektriciteit gevonden. En hij zegt dat iedereen weer helemaal gelukkig zal zijn. Dat is fijn, Peppa. Hoera! En nu dansen! Peppa vindt een stroomstoring erg leuk. Maar dat de elektriciteit het weer doet, vindt ze toch nog net iets leuker. De boswandeling. Vandaag rijdt de familie Big naar een natuurgebied. Papa, wat is er te zien in het natuurgebied? Allemaal vogels en bomen en bloemen en bijtjes. Dinosaurus. Nee, George. Ik denk niet dat we dinosaurussen gaan zien. Hier begint het grote bospad. We zijn er. Hoera! Papa Big, vergeet je de picknick niet? Maar natuurlijk niet. Papa, hoe weten we welke kant we op moeten? Luister, op de kaart staat dat er een bord bij het begin van het bospad staat. Hier. Mooi werk, papa Big. Oh nee, papa Big vergeet de picknick. Peppa, vertel eens wat je voor interessant ziet.
alleen bomen en bomen en nog meer saaie bomen. Peppa, je kijkt vast niet goed genoeg. Oké, dan kijk ik nu heel erg goed en ik zie nog steeds helemaal niks. Oh, wat is dat? Peppa heeft pootafdrukken gevonden. Van wie zijn die pootafdrukken? Dinosaurus. Oh, George. Dat zijn geen dinosaurusafdrukken. Laten we ze maar volgen, dan zien we wie ze gemaakt heeft. Ja! Shh, we moeten wel heel erg stil zijn, zodat we geen dieren wegjagen. Ja, mama. George. Shh. Peppa en George volgen de pootafdrukken. Kijk! Die pootafdrukken zijn van een kleine vogel. Hij is de boom ingevlogen. Waar? Hier, Peppa. Kijk maar door de verrekijker. Door de verrekijker lijkt alles groter. Ik zie nu 1, 2, 3 babyvogeltjes. Ah, wat zouden ze nou eten? Ze eten wormen. Dat is vies, zeg. George heeft meer pootafdrukken gevonden. Oeh, dat zijn hele kleine pootjes. Die pootafdrukken worden gemaakt door de mieren die blaadjes verzamelen om te eten. Eten ze dan groene salade als lunch? Ja. Over lunch gesproken, laten we gaan picknicken. Oh, de picknick. Papa Big, heb jij de picknick nou in de auto laten staan? Ja. Maar dat is toch niet zo erg? We gaan snel terug naar de auto om te eten. Maar waar staat de auto eigenlijk? Dat staat vast op de kaart. Hierheen. Oef. Waar komt die boom vandaan? Die staat niet op de kaart. Oh, papa Big. We zijn verdwaald, nietwaar? Ja. Maar hoe vinden we onze lieve auto dan terug? George heeft nog meer afdrukken gevonden. Oeh, wat een grote voetafdrukken. Dinosaurus. Dat is interessant. Wat? Heeft George dan nu echte dinosaurussporen gevonden? Nee, dit hier zijn onze afdrukken. En als we onze eigen afdrukken volgen, dan komen we vanzelf terug bij onze auto. En bij onze picknick. Hoera! Niets houdt ons nog tegen om onze auto terug te vinden. En onze picknick. Oh, dat had ik dus niet verwacht. Gelukkig heb ik de paraplu meegenomen. De regen spoelt de voetafdrukken weg. Hoe gaan we nu onze auto terugvinden? En onze picknick. Daar zijn de eendjes. Die zijn altijd bij onze picknicks. Sorry, mevrouw Eend. Deze keer hebben we geen picknick. We kunnen hem niet vinden. Wacht eens. Mevrouw Eend, wilt u misschien helpen onze picknick te vinden? Gevonden! Hoera! Dank u, mevrouw Eend. Ik ben dol op boswandelingen. Ja, en ik ben dol op picknicken. De eendjes zijn er ook dol op. En de kleine vogeltjes hier ook. En de mieren zo te zien ook. Iedereen is dol op picknicken. Olivia Olifant. Peppa en haar vriendjes gaan vandaag weer naar school toe. De kinderen hebben allemaal een eigen haak om hun jas aan op te hangen. Vandaag krijgen we een nieuwe leerling. Olivia Olifant. Hallo Olivia. Hallo. Olivia is een beetje verlegen. Wie wil aan Olivia laten zien waar ze haar jas kan ophangen? Oho, eentje is genoeg hoor. Peppa, wil jij Olivia wijzen waar ze haar jas ophangt? Natuurlijk, mevrouw Gazelle. We hebben allemaal een eigen jashaak. Deze is voor jou, Olivia. Olivia hangt snel haar jas op aan haar eigen jashaak. Zeg eens, Olivia, wat zou jij vandaag willen doen? Verven, kleien of met de blokken spelen? Ik weet het niet. Misschien wel. Met de blokken. En wat kiezen jullie? Verven, kleien of met de blokken spelen? Met de blokken! Ja. Kijk eens aan. Met de blokken spelen is populair vandaag. Want iedereen wil naast Olivia zitten. Olivia, zet dit blok maar bovenop een ander blok.
Kijk, zo. Het is beter als je ze naast elkaar zet. Nee, kijk zo, Olivia. Miauw. Zo moet je dat doen, Olivia. Nee. Nee, Olivia. Gewoon zo. Jullie zijn allemaal heel behulpzaam. Maar Olivia, hoe zou jij met de blokken spelen? Ik weet het niet zeker. Misschien doe ik zoiets. Wauw! Olivia is goed in met de blokken spelen. Het is speelkwartier. Olivia, wil je ook buiten spelen met de anderen? Ja, leuk. Kan iemand Olivia mee naar buiten nemen? Ja, mevrouw Gazelle. Tijdens het speelkwartier spelen Peppa en haar vriendjes in de schooltuin. Wat een hoop lawaai, zeg. Oké, wie maakt het hardste geluid? Dat is goed, ik ga eerst. Dat was aardig hard. Nu is Zoe Zebra aan de beurt. Nu Suzie Schaap. En Henkie Hond. Zo, dat is best hard. Ik ben. Nu ik. Nee. Mijn beurt. Peppa kan het hardste. Olivia, nu jij. Ik weet niet of ik dat kan. Doe alsjeblieft. Oké. Komt-ie. Grote griebels, wat was dat hard? Wauw! Doe het nog eens. Olivia is nu niet verlegen meer. Olivia, wil je meedoen met mijn lievelingsspel? Wat is jouw lievelingsspel? Springen in modderpoelen. Dat is ook mijn lievelingsspel. Peppa is dol op springen in modderpoelen. En Olivia is dol op springen in modderpoelen. Dit ziet er leuk uit. Ja, jippie! Mevrouw Gazelle is dol op springen in modderpoelen. Iedereen is dol op springen in modderpoelen. Olivia, heb je het naar je zin gehad de eerste dag op school? Ja, mevrouw Gazelle. En je hebt ook al een hoop nieuwe vriendjes. Ja. Olivia Olifant is mijn vriendin. En Olivia is mijn vriendin. En de mijne. En de mijne. En de mijne. En de mijne. Olivia, wie vind jij het leukst? Ik denk Suzie en Henkie en Zoe en ook Kelly en Pedro en Peppa. Polly op vakantie. Oma en opa Big gaan op vakantie. Ze brengen Polly papegaai naar Peppa toe, zodat zij en George voor Polly kunnen zorgen. Hallo allemaal. Hallo opa Big. Hallo oma Big. Polly heeft heel veel zin in haar vakantie bij Peppa en George. Hallo Polly. Hallo Polly. Als een echte papegaai zegt Polly alles na. Wat zit er in Polly's koffertje, oma? Daar zit Polly's voer in. George, kun jij raden wat Polly het liefste eet? Chocoladecake. Nee, geen chocoladecake. Polly lust graag vogelzaad. Vogelzaad! Mag ik haar voeren, oma Big? Mag ik haar voeren? Ja. Het is belangrijk dat jullie Polly niet te veel voer geven. Ja, opa Big. Opa, mogen we Polly uit haar kooi halen? Ja, maar dan moeten jullie wel alle ramen en deuren dicht doen. Anders kan Polly wegvliegen. Goed, dat doen we, opa. Tot ziens, Peppa. Tot ziens, George. Tot ziens, oma Big. Tot ziens, opa Big. Tot ziens, oma Big. Tot ziens, opa Big. Wil je soms een kopje thee? Wil je soms een kopje thee? George strooit vogelzaad in Polly's bak. George, dat is veel te veel vogelzaad. Zo gaat Polly groeien en groeien tot ze knalt als een ballon. Plop! Knalt als een ballon!
Plop! Wat hoor ik daar? IJsjes! IJsjes, hoera! Oh nee, George vergeet de deur dicht te doen. IJsjes, IJsjes! Daar is mejuffrouw Konijn. Ze verkoopt IJsjes. Hallo, mama Beg. Dag, mejuffrouw Konijn. 4 IJsjes, alstublieft. Dank u, mejuffrouw Konijn. George, je hebt de deur niet dicht gedaan. Polly is vast weggevlogen. Geen paniek, Peppa. Ik denk dat Polly gewoon binnen is. Nee, Polly is er niet. Oh. We zijn Polly kwijt. Wat zullen opa en oma Pig verdrietig zijn? Misschien moeten we even in de tuin kijken. Daar, wat is dat? En wat ziet mama Pig in de tuin? Kijk, Polly! Hoera! Maar papa, hoe krijgen we Polly nu uit de boom naar beneden? Maak je maar geen zorgen. Ik ga haar wel halen. Kom mee, Polly. Wil je soms een kopje thee? Oh nee, Polly is nog hoger in de boom gaan zitten. Oh, help. Voorzichtig, papa. Kijk uit als je niet weer uit de boom naar beneden valt, oké? Rustig maar, Peppa. Ik zal heel voorzichtig zijn. Kom mee, Polly. Vogelzaad! Waar gaat George zo snel naartoe? George heeft Polly's eten bij zich. Polly is dol op vogelzaad. George heeft Polly uit de boom naar beneden gelokt. Hoera! Wat is dat voor geluid? Dat is het mobieltje van papa Big. Wat? Oh. Hallo? Oh, oma Big. Hallo, papa Big. Mag ik Polly even spreken? Ja, natuurlijk. Hallo, Polly. Heb je het naar je zin bij Peppa? Hallo, Polly. Heb je het naar je zin bij Peppa? George drinkt limonade. Wat een lawaaiige biggetjes. George, moet je al die kleine belletjes zien? Ik kan grotere bellen maken. Peppa blaast bellen in haar limonade. Bellen! George wil ook bellen blazen. Peppa, George, niet met jullie limonade spelen. Sorry, papa. Peppa, als je bellen wilt blazen, doe dat dan maar liever met je bellenblaas. Ja, goed idee, mijn bellenblaas. George, laten we gaan bellenblazen in de tuin. Peppa laat George zien hoe je bellen moet blazen. Eerst doop je de steel in de bellenblaas. Dan haal je diep adem en blaas je. Bellen! George, nu is het jouw beurt. Doop de steel in de bellenblaas. Haal hem eruit. Haal diep adem. En blaas! George blaast zo hard als hij kan, maar hij raakt buiten adem. George, je hebt niet hard genoeg geblazen. Ik weet wel hoe George bellen kan maken. Doop de steel in de bellenblaas, haal hem eruit en zwaai ermee rond. Bellen! Het gaat nog beter als je ermee remt. Wacht op mij! George vindt het leuk om bellen te maken.
En Peppa vindt het leuk om ze te laten knappen. Ik ben dol op bellen. Oh nee, de bellenblaas is op. Papa, mama. De bellenblaas is helemaal op. Geen paniek, Peppa. Ik heb al een idee. Mama Big, wil je even een emmer halen? Ja, papa Big. Peppa, haal jij wat zeep? Ja, papa Big. George, haal jij mijn oude tennisracket? Een emmer? Wat zeep? Een tennisracket? Wat is papa Big van plan? Eerst moet ik water hebben. Nu de zeep. En nu het tennisracket graag. Dank je. Let goed op. Oh, wow. Papa Big heeft zijn eigen bellenblaas gemaakt. Kom mee allemaal. Voorzichtig, papa Big. Straks val je nog. Komt wel goed. Wow. Is alles goed, papa Big? Ja, ik ben nog heel. Wow. Papa Big heeft de grootste bel ooit gemaakt. Oh nee, ik heb al mijn bellenblaas geknoeid. Dan kunnen we nu dus geen bellen meer blazen. Maar we kunnen wel in de modderpoel op en neer springen. Kijk! De bellenblaas van papa Big heeft een grote modderpoel gemaakt. Hoera! Peppa is dol op springen in modderpoelen. Kijk! Door de bellenblaas komen er allemaal bellen in de modder. En Peppa is dol op springen in modderpoelen met bellen. Iedereen is dol op springen in modderpoelen met bellen. Thank you.